Die krijgt nu de bal en staat onder de ring, staat de nummer 15. Dat is Ike Nweke. Hij scoort ook meteen tegen Noah Dickerson. Daar is de turnover van Joost. En nu zou er eigenlijk een vast break uit moeten komen. Maar dat levert aan de andere kant ook een turnover op. Dat is loopovertreding. Goede power move van de week. Zo is het 8-4. Ja. Ja, normaal gesproken, Wim, is dit natuurlijk een wedstrijd die je zeker in een uitverkocht eigen huis niet mag verliezen. Mooie drie punten trouwens. Oké, ja. Het is een gedegen tegenstander, maar ik denk op het moment dat er gewisseld gaat worden dat het... slim gedaan. Heel goed even ingehouden en toen goed naar de basket gegaan door Dickerson. Ekamba. Ja, een aantal handles. Goeie paas. Een prachtige paas van Ekamba inderdaad. Twee punten de voorsprong voor de Hammers. Een weken. Ja, die gaat gewoon weer. Bemmel weer met de bal verder. Dus Keizer. Bart van Schaik. Ja, mooi gedaan. Ja, met zijn linkerhand. Keurige bal van Bart. Ja, niet de beste optie. Nee, zeker niet als je er net in komt. Nee, en ook nog niet zo succesvol bent geweest toen je eruit ging. Kijk, Nossik die kan het wel. En een droge drie punten. Het ging net goed voor Dickerson. Zijn voetje zat wel heel dicht op de lijn. Oefen, drie punten, lekker. Mooie bal. Ja. Verschil weer vier. Goeie paas ook van Kozak hoor. Drive. De verdediging naar binnen trekken en dan staat er buiten altijd iemand vrij. Ja, dankjewel. Helemaal vrij. Ja, dit gaat niet goed. Ik kan me niet voorstellen dat Jean-Marc Chemin... Dit is een Keizer die goed staat te verdedigen. Ja, nu moet het toch snel gaan gebeuren. Hoeven moet het van heel ver gaan doen. En die valt. Schitterende bal zeg. Stolk wil hem terug. Dat is een klein foutje. Is dat Pekenkop. En nou gaat het wel goed. Lekker. En het is weer gelijk. De time-out voor Joost United. Het wordt uiteindelijk bizar die 1 tegen 1 gaat. Uitstekende play. Ja. Keurig. Ja. En nu nog een halve minuut te gaan. 36 seconden. En Weker die sterk naar de ring gaat en persoonlijke fout meekrijgt. En one. Terrence Bizar die is bij de oud-Zwollenaar. Pekenkop, Kloesenberry. Ja, open drie punten voor Pekenkop. Mooi gedaan. Yes, we got a tie game. De roel nog een keer van ver. Nou, ja! Ja! Je zag hem, we stonden in de baan van het schot. Bizar wil hem hebben, maar Kloesenberry krijgt hem en die heeft nu een vrije doorgang. En geeft hem dan aan Dickerson. Goede aanval, goed gespeeld. En de voorsprong weer voor de Hammers. Met Dickerson. Scheidsrechter fluit hier tot twee keer toe. Niks voor AVA. Waarbij ik dat de tweede keer ook beter te begrijpen vond dan de eerste keer, moet ik zeggen. Weer een goede paas van Koen Stork op Dickerson. En one! Hier wel de fout mee. En Weken. Tot nu toe dus 8-0. Er is ook nog niemand in de foutenprobleem. Hè? Dus het kan ook gewoon scherpen. Dus een mooie drive van CJ Keizer hoor. Ja, mooi voetenwerk. Prachtige bal. Dat zo op dit niveau doorgaat dan natuurlijk, hè? Zeker als er straks nog een paar drie punten vallen. Keizer. Ja, dit is toch ook wel heel geforceerd. Ja, wel knap gemaakt. Schot, wat veel mooier is om te zien natuurlijk, team basketbal. Maar eigenlijk heb je zo... Oh, dat is een hele laconieke paas van Pekenkop hoor. Roel van Beek zit daar, Overbeek zit daar heel goed bij. Ja. Scherp van Overbeek. En zo is het weer twee punten verschil. Stolk gaat in zijn hoekje staan. Krijgt de bal nu ook. Staat helemaal vrij. En hij maakt hem. Jij zag het al aankomen. Ja, je voelde hem aankomen. Je was bijna al wijzen van geef hem naar de bal. Ja. Goeie paas. Goed gezien van Bizar inderdaad. Goeie strip van Kloesenberry. Die gaat 1 tegen 1. En die moet nu de bal afmaken. Ja. Coast to coast. En daar is de time-out inderdaad. Aan beide kanten zeer actief. Dit is een mooie drie punten van Roel van Overbeek. En die had Joost ook wel even nodig. Van Overbeek naar Van Schaik. En daar is Pekkenkop. Die maakt het keurig af. Goeie rebound trouwens. Ja, mooi gedaan. Oh, en een nog mooie blok. Not in my house. Ja, Dickerson geeft die man de bal maar. Dat vind ik ook mooi van hem, want ik bedoel, hoeveel spelers als hij daar... Oh, mooie bal. Valt er ook nog in. Ja, dan lukt op een gegeven moment ook alles. Ja. Ja. Slechte paas. Goed gezien heel van Bizar. En one. Ja, nu is het een walkover en onsportieve zelfs, hè? Ja.
ik denk niet dat het een spelletje van NWK is, zulke schoten nemen. Nee. Oef, dit is wel zijn spelletje. Ja. Heerlijk blok. Ja, mooi gedaan. Bekkenkop. Dankjewel. Ja, mooi. Goeie drive. De tweede helft was nog niet helemaal, staat hij nog niet helemaal scherp. Nee, dan slaat hij een beetje dood. Quisenberry heeft de ruimte. Zo. Knap gedaan hoor, van Bizar. Ook goed getimed. Wat zat die Quisenberry hoog. Hij heeft de ruimte nu, maar staat ook al heel lang daar gepositioneerd. Moet dat nu wel gelijk omhoog. Dit is wel 5 seconden zelfs. Ja. Ze moet gezegd. Nou, en Zwolle heeft gewoon een bredere selectie. Dat is ook gewoon zo. Prima bal. Mooie 3 punten van Nosek. Ja, fijne schutter. Mooie 9 bal. Punten nu voor hem. Hoeven. Tim Hoeven. Nog weinig minuten gemaakt in de tweede helft. Nosek heeft 3 punten. Mooie bal trouwens. Die zijn heerlijk vrij. Dit is mooi gedaan voor zichzelf. Goed verdedigd. Echt goed verdedigd door Tim Hoeven. En hij krijgt ook applaus van zijn trainer, van zijn eigen trainer. Maar die bal was nog mooier van CJ Keizer. Gewoon een knappe bal. Een goede speler. Aanvallend gezien helemaal. Stolk voor 3. Helemaal open. Bizar. Nog een dunkje. Nee. Makkelijker. Ja. Ja, het is nu echt wel open huis hè, bij Joost. Ja, het valt een beetje uiteen bij Joost United inderdaad. Wat jammer is. De 20ste. Dickerson. Boom. Mooi bal. 20ste aanval op de rebound. Dan begint het publiek zich er ook mee te bemoeien. Ja. Dat is leuk. Keizer. Paas naar Enweke. Keurig jumpertje. Droog. Voordroog. Maar ja, gaat er wel in. In elk geval iets heel ongezonds. Ik kan me jammer. De bal gaat net mis. Ja, dat klopt. Ja. Dat zou je ook wel aanstaan hier, of niet? Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Goed blok van Kozak. Quisenberry, ja, keek niet achter zich. Van Overbeek met hele goede handen. Die moet nu 1-1 gaan tegen... Goed doet hij heel mooi. Ja. Kozak trouwens, sorry. Kozak, ja, die gaat door. Goed gedaan. Nou, dan komt Nosek goed weg. Ja. Een klein foutje. Stolk opnieuw voor 3. En nu zit hij wel. Ja, dankjewel. Goed gedaan van Overbeek. Leuke wedstrijd gespeeld, gezien. Leuke wedstrijd gespeeld. Met elkaar. Wedstrijd afgelopen. 88-73 in het voordeel van Zwolle. Terecht.